In de buurt van het Noord-Limburgse dorp Stramprooi zijn nogal wat automobilisten neergestreken bij de boerderij Eerkeshof. Binnen wordt de lemen vloer van de deel wat aangeharkt, met het oog op de persoonlijke kampioenschappen beugelen. Een uit de middeleeuwen stammende Nederlandse volkssport, waarbij de deelnemers een bal, vroeger van hout en nu van kunststof, door een stalen poortje de beugel moeten spelen. Als dat lukt, krijgt men 2 punten. De bal mag de beugel alleen aan de voorzijde passeren en wordt daarom teruggebracht in het veld. Maar als de tegenstander vervolgens die bal naar de greppel weet te slaan, zijn er ook 2 punten te verdienen, zoals hier dus. Beugelen is een boeiend spel dat vroeger alleen door mannen werd beoefend. Men speelt in paren tegen elkaar en wie het eerst 30 punten heeft, wordt winnaar. Finalist Vleeshouwers neemt de nodige voorzorgsmaatregelen en dat blijft niet zonder resultaat. De kenners hebben het al gezien. De jeugdige Ton Gielen zal het moeilijk krijgen tegen de meer ervaren Vleeshouwers, die de bal van zijn tegenstander uit de buurt van de beugel weet te houden en zelf zijn bal met een sprongetje door het doel weet te krijgen. Frans Vleeshouwers uit Stramprooi dus kampioen in een sport waarbij voornamelijk in Brabant en Limburg heel wat door de beugel kan.